Goedemiddag allemaal. Het is 2:30 geweest, dus dat betekent dat we in principe kunnen gaan beginnen. Ik hoop dat jullie mij allemaal goed kunnen verstaan, dat jullie me goed kunnen horen. Even mijn scherm nog optimaal delen. Oké. Welkom. Welkom allemaal. Fijn dat jullie weer de moeite hebben genomen om hierbij te zijn bij deze Lacolin training. Waarbij we een nieuwe blik gaan werpen op de nieuwe collectie van Lacolin. Van de mooiste boost. Misschien voor een aantal al wel helemaal bekend. En voor sommigen misschien nog weer helemaal nieuw. Voor degenen die mij nog niet kennen, laat ik mij nog eventjes voorstellen. Mijn naam is Monica Pachter en ik ben de trainster van Lacolin binnen Ultra Cosmetics. De mooiste boost is, sinds dat het jaren geleden is gelanceerd, een van de meest succesvolle lijnen die we hebben binnen Lacolin. Het bijzondere aan deze lijn is dat we een hydraterend product hebben, wat niet alleen hydrateert, maar tegelijkertijd intensief werkt op anti-aging. En binnen skincareland is dit best wel bijzonder. Maar we gaan met de nieuwe collectie, die we recent nog gelanceerd hebben, gaan we next level als het gaat om hydratatie en het gezond maken van onze huid. Dat wat we voorheen deden, gaan we nu 3 keer zo goed doen. Dat maakt dat deze nieuwe serie volledig onderscheidend is, uniek is en nog meer bijzonder als wat we hier voorheen al deden. En dat we op dit moment de huid precies zo kunnen gaan conditioneren, kunnen gaan hydrateren, kunnen gaan verjongen op de behoeften van de huid. We kunnen hem als het ware helemaal passend gaan maken. Voordat we helemaal die technologie in gaan duiken en dat we gaan kijken wat er nou precies zo bijzonder aan is, laten we eerst eventjes teruggaan naar de basis. Wat is nou eigenlijk de behoefte van onze huid? Wat staat nou eigenlijk voor hydratatie? Wat houdt het eigenlijk in? Maar wat gebeurt er als er te weinig vocht in onze huid zit? Daarna gaan we kijken naar de technologie. De nieuwe technologie van de mooiste boost. Namelijk de HydraCell Factor. Uiteraard gaan we ook alle producten los bekijken. En sluiten we af met het mooiste boost ritueel. Nou, ik zei het al, basis. Waar zit die hydratatie precies? Hoe werkt het nou helemaal en waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk? We weten allemaal dat onze huid enorm kwetsbaar is. En onze huid moeten we eigenlijk zien als een beschermingslaag dat tussen dat wat in ons zit, in ons lichaam, en dat wat er buiten om ons heen is. Het beschermt ons tegen schadelijke invloeden. We weten dus dat een huid heel erg kwetsbaar is. Het kan snel reageren, het kan heftig reageren. Maar wat we soms wel eens vergeten, is dat juist onze huid enorm flexibel is. Het is continu in staat om mee te veren in de verschillende situaties waar wij ons in bevinden. Liggen we in het zwembad? Of liggen we onder de Spaanse zon? Zitten we misschien wel in een vriessauna? Wie zal het zeggen? Maar continu moet een huid meeveren in die verschillende temperaturen en verschillende omgevingen. En dat is heel hard werken, kan ik je zeggen. Dan is het op zich ook niet zo heel erg gek, door alle invloeden van tegenwoordig die we krijgen op onze huid, dat een huid daardoor geraakt wordt, dat die beschadigd raakt. En dat daardoor in onze huid sommige processen niet helemaal meer zo lopen zoals het is, of zoals het hoort. Maar laten we niet vergeten dat het vochtgehalte enorm belangrijk is. Ons vochtgehalte in de huid heeft als het ware een soort sleutelfunctie in verschillende processen in onze huid. Gaan we kijken naar bijvoorbeeld het herstelproces. Dat is iets waar we in onze instituten altijd op werken. Werken we met needling of met peelingen of misschien heel intensief op anti-aging. Er komt altijd weer dat herstelproces bij kijken. We willen namelijk, we verwachten van een huid, dat deze weer gaat bouwen. Dat die snel weer op zijn topniveau is, dat we daarna weer verder kunnen. En dat we zo snel mogelijk aan onze consument kunnen laten zien in de spiegel wat het onwijze gave resultaat wel niet is. Maar wat we daarin soms wel vergeten, is het vochtgehalte, om dat voldoende aandacht te geven. Als we heel eerlijk zijn, komt het niet in iedere behandeling voor dat we de juiste aandacht, de gewenste aandacht aan het vochtgehalte geven. Dus er ligt nog veel meer ruimte in onze resultaten die eigenlijk al binnen handbereik zijn.
Als we gaan kijken naar de huid en het vochtgehalte in onze huid, dan bestaat onze huid voor zo'n 70% uit water. En dat water zit natuurlijk niet in één laag gestopt, nee, dat is verdeeld over verschillende lagen. In de bovenste huidlaag, het stratum corneum, bevindt zich zo'n 13% water. En deze laag is er, met name als de cellen dakpansgewijs op elkaar liggen, om op die manier verdamping zoveel mogelijk, waar het kan, te voorkomen. Dus als het ware onze barrièrelaag. Gaan we een laagje verder, dan bevinden we ons in de epidermis. En de epidermis is er om ons te gaan beschermen. Om weerstand te bieden tegen verschillende invloeden van zowel buitenaf als van binnenuit. Hier bevindt zo'n 60% water zich. Onder in de epidermis ligt het vochtgehalte zelfs nog iets hoger. De cellen die daarin liggen, de bazaalcellen, kunnen zich alleen gaan delen op het moment dat het vochtgehalte voldoende is. Dus op het moment dat wij een vochttekort hebben in onze huid, stagneert hier als het ware een beetje de werking van onze huid. Gaan we nog een laagje verder, dan komen we in de dermis terecht. En daar zit zo'n 80% water. En dit is ons vochtvoorraad. Dit is waar we onze reserves hebben opgebouwd. Iedere keer als bij het stratum corneum vocht wordt verdampt, omdat we misschien wel heel erg verwarmd zijn door een radiofrequentbehandeling of door intensief te sporten, dan zal er vanuit de dermis weer opnieuw vocht aangevuld worden. Dus dat reservoir, dat voorraadje wat we daar hebben opgebouwd, is enorm belangrijk voor een gezonde huid. Nu is het zo dat, wat ik net al zei, een huid en een cel alleen goed kan functioneren op het moment dat het vochtgehalte optimaal is. Maar waarom is dat nou eigenlijk? Al onze cellen hebben zuurstof nodig. Dat weten we als we met lacolien werken. Maar al onze cellen hebben ook voedingsstoffen nodig. En tegelijkertijd is het uitscheiden van afvalstoffen minstens net zo belangrijk. Het vochtgehalte is daar een heel groot onderdeel in. Het zorgt ervoor, als het vochtgehalte goed is, dat zuurstof en voedingsstoffen goed naar onze cellen toegevoerd kunnen worden en dat het tussen de cellen onderling ook goed circuleert. Op het moment dat ons vochtgehalte zowel in onze cellen als in onze huid dus niet optimaal is, zal de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen, maar ook het afvoeren van afvalstoffen, dus veel moeizamer gaan. Uiteindelijk kunnen we daarin concluderen dat een huid minder goed functioneert. Als we gaan kijken naar onze behandelingen in het instituut, verwachten we van een huid dat die op zijn toppen functioneert. Dat komt dus niet helemaal met elkaar overheen. Uiteindelijk, voor het meest optimale resultaat in de spiegel bij onze consument, is het dus van essentieel belang dat het vochtgehalte ook daadwerkelijk op een topniveau is. Het krijgen van een hydratatie in onze huid ontstaat eigenlijk door twee verschillende factoren. Als eerste vochtverlies. We hebben die verdamping van vocht uit onze huid ook eigenlijk wel nodig. Als we namelijk hebben gesport, dan raken we als het ware oververhit. En die warmte moet weg. En dat doen we door middel van verdamping. Dus het verdampen van vocht uit onze huid zorgt ervoor dat onze lichaamstemperatuur weer wat meer in balans komt. Daarbij is een huid ook, of is een van de taken van onze huid, om ook het vocht vast te houden. Dat wordt gedaan door hele kleine moleculen in onze huid die niks anders doen als het vocht aan zich binden. Deze twee zorgen er dus voor dat de hydratatie continu in balans is en een huid de juiste temperatuur bevat. Maar we weten dus dat de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen afhankelijk is van het vochtgehalte. Maar laten we dan gaan kijken naar de behandelingen die we uitvoeren. We zijn in ons instituut continu bezig met huidverbetering en huidverjonging. Dat betekent dat we peelingen uitvoeren, dat we needlingbehandelingen doen. We werken met radiofrequent. Allemaal behandelingen die er uiteindelijk voor zorgen dat er meer vocht verdampt uit onze huid. Dus eigenlijk zijn we indirect bezig met vochtverlies. Als we gaan kijken naar al onze merken die we in het pakket hebben zitten, dan en zeker ook binnen Lacolien, dan zijn er maskers en serums genoeg om tijdens de behandeling al een heel groot deel van de hydratatie op te kunnen vangen.
We kunnen tijdens onze behandeling al zoveel op hydratatie gaan werken, dat de behandeling direct al veel meer resultaat kan bieden en ook veel sneller zal gaan herstellen. Maar het is dus daarnaast ook ontzettend belangrijk dat iemand ook voor thuis een goed hydraterend product altijd in zijn gebruik heeft. Zij het een serum, zij het een crème, dat kan allebei en het kan één van beide zijn. Maar zorg dat er altijd een goed hydraterend product ook voor thuis ingezet wordt. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat jullie behandelingen veel meer effect zullen gaan hebben. Maar wat is nou eigenlijk precies een vochtarme huid? Bij een vochtarme huid is het vaak niet alleen een vochtprobleem. Maar weet ook dat hier lipides, dus vetten, net zo'n belangrijk onderdeel zijn van een goed vochtgehalte als alleen het vocht zelf. Die lipiden zorgen als het ware voor een barrièrefunctie, dus een beschermlaag, wat ervoor zorgt dat dat wat buiten ons is ook buiten blijft en wat in ons zit ook binnen blijft. Op het moment dat die allebei verstoord zijn, gaat een huid in één keer heel anders reageren en gaat die in één keer allerlei symptomen vertonen. Dat kunnen zijn fijne lijntjes, een schrale, ruwe huid, een doffe uitstraling, verlies van elasticiteit, een oncomfortabel gevoel of misschien zelfs juist wel een extreem gevoelige huid die veel sneller gaat irriteren en reageren als wat hij voorheen deed. Dit alles bij elkaar zorgt ervoor dat je vroegtijdig gaat verouderen. En als er iets is wat we niet willen, dan is het dat we vroegtijdig gaan verouderen. We kunnen dus concluderen dat de huid een enorm gevoelige barrière is tussen ons lichaam en de wereld om ons heen. Maar er zijn verschillende factoren die hier invloed op hebben. En dat zijn niet altijd de invloeden van buitenaf, maar bedenk ook de invloeden van binnenuit. Van buitenaf kunnen we stellen dat wind, kou, airconditioning, luchtvervuiling, maar juist ook warmte, invloeden zijn die onze huid over het algemeen geen goed doen. Maar denk daarbij ook aan verkeerde verzorgingsproducten. Het wil nu niet eens altijd zeggen dat de consument zelf een verkeerd product heeft aangeschaft. Maar misschien heb je zelf wel eens een keer een verkeerd advies gegeven. Overkomt ons allemaal, maar het is wel iets wat wel gevolgen heeft voor een huid. Bedenk dat ook scheren, epileren, intensief wrijven over de huid alsnog ook die barrière verstoort en beschadigt. Wat dus weer extra kans geeft op vochtverlies. Gaan we dan kijken wat er van binnenuit allemaal kan gebeuren? Denk aan ongezonde voeding, te veel alcohol, ziekte, stress. Of misschien simpelweg heb je er wel gewoon aanleg voor. Ook dit zijn redenen die ervoor kunnen zorgen dat zowel je vocht als je vetten in je huid niet in balans zijn met elkaar. Dit zorgt er automatisch voor dat bepaalde processen in je lichaam niet meer optimaal kunnen functioneren. En die gaan we eventjes doornemen wat er dan in je huid allemaal kan gebeuren. Als allereerste gaan we starten vanaf de buitenkant. Dan functioneert je barrière veel minder of misschien wel helemaal niet meer. Die vetten die in jouw barrière zitten, die als het ware vocht aan zich binden, zijn er veel minder. Als het ware dat jouw barrière kleine openingetjes heeft, waardoor er van alles naar binnen kan komen. Dat maakt dat je huid veel kwetsbaarder is, veel gevoeliger is, snel gaat irriteren, misschien wel de kans op couperose vergroot. Gaan we dan een laagje verder, dan zien we dat ook de vetten, de lipides tussen onze cellen, dus wat eigenlijk voor een soort cement zorgt in onze huid, ook veel minder worden. Die epidermis is er om onze huid te beschermen, om meer weerstand te gaan bieden. Maar als die vetten daar niet meer tussen zitten, zal dat ook veel minder gaan worden. Daarbij, het vocht circuleert niet langer tussen onze cellen. Dus zuurstof en voedingsstoffen zullen niet meer goed aangevoerd worden. Maar ook afvalstoffen zullen blijven hangen, als het ware, in onze cellen. Wat betekent dat er veel meer druk op komt te staan, veel meer belasting. En ze eventueel veel eerder verloren gaan. Dat is het laatste wat we willen. En uiteindelijk ook het hyaluronzuur raakt op. Hyaluronzuur is het molecuul wat vocht aan zich bindt en in korte termijn ook heel veel volume kan gaan creëren. Maar als zelfs dat ook al opraakt, ja, dan hebben we qua vocht toch best wel een probleem ondertussen in onze huid. Lacoline zou Lacoline niet zijn als we hier een oplossing voor hebben. Dus al deze punten gaan we met de nieuwe collectie van de Moisture Boost aanpakken. Nou, hoe gaan we dat dan precies doen?
het hart van ieder product, de HydraCell Factor. Dat is het nieuwe complex binnen de Mooiste Boost, waar jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Dus dit is niet zomaar even een verbetering in een collectie. Nee, dit is jarenlang onderzoeken hoe we een huid nog beter kunnen gaan ondersteunen en nog meer gezond kunnen gaan krijgen. Die nieuwe technologie is zo gaaf en zo bijzonder dat ik hoop dat jullie aan het einde van deze training net zo zitten te stuiteren als dat ik dat doe. Je ziet al aan de uitstraling van deze lijn dat ze echt weer de link proberen te maken naar waar we vandaan komen. Het hart van Zwitserland, de gletsjermeren, het Zwitserse water. Dat is iets wat we in deze lijn heel veel terug zien komen, maar ook willen uitstralen. Dus de connectie met de natuur en onze huid met de expertise die daarbij hoort. De HydraCell Factor bestaat uit een triple action technologie. Wat wil zeggen dat we op drie verschillende manieren ervoor zorgen dat de hydratatie het meest optimale niveau krijgt, maar dat we ook intensief op anti-aging kunnen gaan werken. De allereerste manier waarop we dat doen is door direct hydratatie te bieden aan de huid, maar er ook voor te zorgen dat het ook op de langere termijn een gehydrateerde huid blijft. Als tweede gaan we een optimale vochtbalans stimuleren, maar ook ervoor zorgen dat de circulatie tussen de cellen optimaal is. En als laatste werken we intensief op anti-aging. Laten we dan gaan kijken hoe we dat precies gaan doen. De eerste actie voorziet direct van vocht, maar hydrateert dus ook op de langere termijn. Dat doen we door middel van twee verschillende ingrediënten. Allereerst met hyaluronzuur. Daarvan weten we al dat het de sterkste vochtbinder is die we hebben. Maar dat doen we ook met Zwitsers water, wat rijk is aan mineralen. En met dat Zwitserse water, daar hebben we iets heel bijzonders mee gedaan om dat tot in onze huid te krijgen. Hyaluronzuur is een polymeer, dus een bundeling van verschillende moleculen, maar wel met een heel laag gewicht, wat wil zeggen dat het op een hele makkelijke wijze tot diep in onze huid terecht kan komen. In onze huid zal het met name een werking hebben bij de epidermis om die te gaan versterken en ervoor te zorgen dat hierin de structuur van de huid mooier wordt, verfijnd wordt, direct al veel meer volume ontstaat, dus minder fijne lijntjes, maar daarnaast dus ook een sterkere huid die meer weerstand kan bieden tegen alle invloeden die eigenlijk over zich heen krijgt. Daarnaast is hyaluronzuur iets wat door een huid heel makkelijk herkend wordt. In die zin ook dat het dus weinig irritatie kan gaan geven. Dat maakt het gewoon een heel doeltreffend, maar ook een heel veilig ingrediënt om mee te werken. In combinatie met glaciaal water. Zwitsers water wat rijk is aan verschillende minerale zouten. Dit Zwitserse water is ingekapseld in fosfolipide liposomen. Nou, een heel woord. Maar die fosfolipide liposomen komen qua structuur overeen met onze eigen celmembranen. Wat wil zeggen dat het als het ware direct samensmelt op en in onze huid, waardoor het dus direct veel meer comfort geeft. Maar dat glaciaal water, dat Zwitserse water, dus ook veel meer de diepte in kan komen in onze huid. Dus door dat water in te kapselen in speciale vetten, zijn we dus in staat om door onze huidbarrière heen te komen en dus die huid veel meer te gaan voorzien van intense hydratatie, maar dus zeker ook het aanvullen van die mineralen. Want juist ook die mineralen hebben een hele belangrijke werking, namelijk om onze cellen beter te gaan beschermen tegen uitdroging en thermische schokken. Dus het extreme verschillen van temperaturen waar we regelmatig mee te maken hebben, daar worden onze cellen beter tegen beschermd. En dit glaciaal water, dat komt natuurlijk, hoe kan het ook anders, uit de Alpen. En dit is ongeveer van 4000 meter hoogte. Dit water wordt continu gevoed door de bodem, die dus rijk is aan die mineralen. En Lacoline zou Lacolini zijn om hier dus iets bijzonders mee te doen, waarbij ze dus ook echt wel die kracht van Zwitserland weer naar voren halen. Het stukje uit de natuur gebruiken met een hele bijzondere technologie, om uiteindelijk een groot verschil in onze huid te kunnen gaan maken. En dat doen we dus door dat Zwitsers water te omvatten door die liposomen.
Dat is met name een direct effect in hydratatie en hydratatie op de langere termijn. Maar er is meer. We gaan er namelijk ook voor zorgen dat er een optimaal vochtbalans ontstaat en ook een vochtcirculatie. Dat doen we met exopolysaccharides en oligosaccharides. Nou, laten we snel gaan kijken wat dat dan precies zijn. De exopolysaccharides zijn wederom polymeren die bestaan uit suikers. En deze exopolysaccharides geven een prikkel aan onze fibroblast, waardoor ze getriggerd worden meer hyaluronzuur te gaan maken. Maar tegelijkertijd werkt deze ook heel intensief op onze vetten in onze epidermis en in onze barrière. Die vetten zorgen ervoor dat ten eerste er veel meer comfort komt in onze huid, maar tegelijkertijd onze huid dus ook veel weerbaarder wordt en veel meer beschermd is tegen alle invloeden van zowel buitenaf als binnenuit. Door die lipide kan je dus ook al merken dat bijvoorbeeld de glans in je huid veel meer terugkomt, of dat misschien kleine schilfertjes die je hebt ook al wegtrekken. Dus die lipides zijn enorm belangrijk in het versterken van onze barrière. En dan hebben we nog de oligosaccharides. De oligosaccharide is wederom een suikermolecuul en deze halen we dit keer uit een wild viooltje. En deze doen iets heel erg bijzonders. Al onze cellen hebben in principe aquaporins. Eiwitten die in onze celwand zitten, die ervoor zorgen dat er als het ware openingen worden gecreëerd, waardoor zuurstof en voedingsstoffen makkelijker in onze cel kunnen komen, net zoals het vocht, maar dat afvalstoffen ook beter afgevoerd kunnen worden. Op die manier, als er meerdere openingen zijn, kan het ook beter circuleren tussen de verschillende cellen. Dit zorgt er dus voor dat onze huid en onze cellen geactiveerd worden en er een veel grotere activiteit ontstaat tussen cellen onderling. Het zuurstofgehalte kan dus veel meer teweeg gaan brengen in onze huid, waardoor cellen actiever gaan worden. Oligosaccharides zorgen dus voor dat er meer aquaporins ontstaan. Dus dat er een betere opname is van zuurstof en voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen. En dan als laatste, conserveren van cellulaire jeugd, oftewel huidverjonging. Zorgen dat we jong blijven en niet sneller gaan verouderen. Dat doen we in dit geval met een antioxidant van polyphenolen, die de meest ultieme bescherming gaan geven tegen vrije radicalen in onze huid. Die polyphenolen halen we uit een alpine roos. En deze zorgt ervoor dat met name onze cellen enorm intensief beschermd worden tegen temperatuurswisselingen, maar ook oxidatieve stress. Waar normaal gesproken antioxidanten in onze huid ervoor zorgen dat vrije radicalen geneutraliseerd worden, zorgen deze polyphenolen uit die alpineroos ervoor dat met name onze celwand beschermd blijft. We weten allemaal dat als onze celwand te veel last krijgt van vrije radicalen, dat die beschadigd raakt, dat die kapot gaat, en dat wat in onze cel zit, als het ware, wegstroomt. Hij gaat lekken. Daardoor gaat de cel eerder verloren en gaat een huid simpelweg ook eerder verouderen. En dat is iets wat we niet willen. Door zo'n intensieve bescherming te zetten op onze celwand, kunnen we er dus voor zorgen dat onze cellen veel beter intact blijven en op die manier huidveroudering uitgesteld wordt. Tegelijkertijd werken we hierin met een dehydrin, een eiwit die wederom heel intensief werkt op de bescherming tegen met name temperatuurswisselingen. Dat die temperatuurswisselingen zo min mogelijk van invloed zijn op onze cellen. Ik kan me voor... Oh, er zat nog één slide tussen. De alpine roos is een heel klein plantje wat hoog in de Alpen groeit. En je kan je voorstellen, hoog in de Alpen, daar vriest het, daar zijn de UV-stralen enorm sterk. Daar regent het, het waait er. Echt een hele fijne plek is het op zich niet. Je kan je voorstellen dat als een heel klein plantje daar kan overleven, zo ongelooflijk lang, dat het wel enorm krachtig moet zijn, wil dat allemaal kunnen doorstaan. Als we die kracht in onze huid kunnen gebruiken voor het beschermen, dan hebben we een van de meest krachtige ingrediënten om onze huid weerbaarder te maken tegen al die vrije radicalen. Heel veel info, heel veel technische info, dus we gaan hem even heel kort herhalen.
De hydracelfactor zorgt er dus op drie verschillende manieren voor dat we een huid intensief gaan hydrateren, maar ook optimaal gaan verjongen. Dat doen we in de eerste manier door directe hydratatie, maar ook een langere termijn hydratatie te bieden. Dat doen we door middel van hyaluronzuur, wat een hele sterke vochtbinder is. Maar ook door Zwitsers water, wat rijk is aan minerale zouten. Dat Zwitserse water hebben we ingekapseld in speciale liposomen, speciale vetten, waardoor het dus makkelijker versmelt in onze huid en dus beter en dieper opgenomen wordt. In de tweede manier gaan we een vochtbalans optimaal stimuleren en de vochtcirculatie ook weer optimaliseren. Dat doen we door middel van exopolysaccharides en oligosaccharides. Exopolysaccharides zijn suikermoleculen die ervoor zorgen dat er meer hyaluronzuur en ook meer vetten worden aangemaakt. De oligosaccharides zorgen voor meer aquaporins, dus eiwittenopeningen in onze celwand, waardoor er een betere opname is van zuurstof, voedingsstoffen, maar ook het beter kunnen uitscheiden van afvalstoffen. Dus eigenlijk het ervoor zorgen dat de cel überhaupt beter kan gaan functioneren. En als laatste de meest optimale bescherming. Door middel van polyphenolen, krachtige antioxidanten die met name onze celwand sterk houden. En dehydrin die ervoor zorgt dat temperatuurswisselingen zo min mogelijk van invloed zijn op onze cellen. Mocht je nou zoiets hebben van ik wil dit allemaal nog een keer terugkijken. Deze training komt ook weer online te staan, dus kan je het op je gemak allemaal nog een keertje nakijken. Dit hele hydracelfactorcomplex gaat natuurlijk weer hand in hand samen met het CMH-complex. Het CMH-complex is de fundering waar lacoline op gebouwd is en bestaat uit 6 actieve ingrediënten om ervoor te zorgen dat al onze cellen zo vitaal mogelijk zijn en zo goed mogelijk functioneren. Deze 2 komen in alle producten van de mooiste boost, dubbel en dwars weer terug. En om het CMH-complex nog iets bijzonder te maken, vind je deze in alle producten van lacoline. Of dat nou je reiniging is of een van de kuren, alles wat er tussenin valt, het zit er altijd in. Maar lacoline zou lacoline niet zijn als we niet ook met beleving gaan werken. Geurbeleving is ongelooflijk belangrijk in de ervaring met je producten en uiteindelijk ook hoe je het resultaat vindt. Door middel van deze geuren in de nieuwe Moisture Boost nemen we je als het ware mee naar de Zwitserse landschappen, waarbij je geuren ruikt van magnolia, freesia, jasmijn. Hele bloemerige geuren, een frisse geur, die je gelijk direct veel meer ontspanning geeft en waardoor het eigenlijk een cadeautje wordt om iedere keer en iedere dag deze producten aan te mogen brengen. Goed. Dan is het tijd voor alle producten eventjes los door te gaan nemen. We weten dus dat al deze producten doordrenkt zijn met de hydracelfactor. Actieve ingrediënten om onze huid als het ware te gaan vullen met vocht. En dan hebben we als eerste Swiss Alp Cellular Mist. Een mist die je op meerdere momenten van de dag in kan zetten. Namelijk na de reiniging als lotion, maar zelfs ook gedurende de dag over je crèmes en je make-up heen. Hij zorgt ervoor dat je huid direct intensief gehydrateerd wordt, dat je huid wordt verzacht en dat je huid in staat is om de producten die daarna worden aangebracht nog beter en dieper op te kunnen nemen. Natuurlijk het CMH-complex met de hydracelfactor, maar uiteraard ook rijk aan Zwitsers water, wat rijk is aan mineralen. De resultaten die je gaat ervaren van dit product is een directe vermindering van roodheden in je huid, directe hydratatie en een verfrissing. En het voelt een beetje als een, ja, letterlijk een mist, maar een soort ochtenddauw die over je gezicht heen komt. En zeker gedurende de dag, met dit soort temperaturen, is het een perfect product om die vaker in te zetten. En dan de Youth Hydration Serum. De Youth Hydration Serum is een redelijk luchtig serum, wat makkelijk wordt opgenomen, maar in staat is om wel direct comfort te geven. En naast de 2 complexen bevat deze het hoogste gehalte van je hydracelfactor. Dus dit is het product wat het meest krachtig is in de nieuwe technologie van de Moisture Boost. Dat maakt hem tegelijkertijd weer heel erg bijzonder. Deze is in staat om direct een vochtboost te geven aan je huid, een soort plumping effect te geven.
Fijne lijntjes worden minder en een doffe uitstraling wordt omgezet naar een glanzende en stralende huid. Vol genoeg om comfort te geven en luchtig genoeg om ook nog ruimte over te laten voor de crème. Want die moet uiteindelijk hier nog overheen gebracht worden. En dan hebben we de Youth Hydration Cream. Een rijke, maar toch een hele luchtige crème die makkelijk wordt opgenomen. En dus zelfs bij een wat vollere of vettere huid goed ingezet kan worden. Naast de twee complexen zit hier extra squalaan in. Wat ervoor zorgt dat het product zich ook makkelijker laat verdelen over het gezicht. En direct veel meer comfort geeft. Een crème die direct veel meer volume in je huid kan bezorgen. Dus door weer dat plumping effect te geven. En fijne lijntjes zijn direct zichtbaar verminderd. Zeg je nou, dat is heel leuk, een crème die wat luchtiger is. Maar het kan mij niet vol genoeg zijn. Dan hebben we nu een Youth Hydration Balm. En die balm is zo vol en zo rijk als je maar kan bedenken. Ja, ik ben er zelf helemaal verliefd op. Naast de twee complexen is deze verrijkt met extra shea butter. Shea butter weten we van dat die intensief je huid voedt en hydrateert. Maar met name ook comfort geeft. Ondanks dat deze behoorlijk rijk en vol is, zal je merken dat als je deze gaat inmasseren over je huid, deze als het ware ook weer helemaal smelt en volledig wordt opgenomen. Dus hij laat geen vettige laag achter. En dat is een hele belangrijke. Maar deze is natuurlijk ook weer teruggekomen met Eco Hydration Treatment. Een heel krachtig serum wat vaak als kuurproduct ingezet wordt, maar wat je ook als alledaags serum kan gebruiken. En die naast de twee complexen iets heel bijzonders heeft. Dit is namelijk het serum wat drie verschillende grote moleculen van hyaluronzuur bevat. Doordat we met drie verschillende grote moleculen werken, kunnen we op verschillende lagen in onze huid die hydratatie met hyaluronzuur gaan geven die het kan. Dat betekent dat we in een hele korte tijd een enorme vochtboost kunnen geven aan een huid. Dus ga je werken bijvoorbeeld met een radiofrequentkuur, dan is dit eigenlijk de partner in crime die je nodig hebt. Een serum wat heel makkelijk wordt opgenomen, een beetje een gelachtige textuur, maar die direct wel het comfort geeft alsof je al een crème op je huid hebt aangebracht. Dan het ritueel. Na je reiniging breng je dus de mist aan, de cellular mist. Zeg je nou gedurende de dag, ik heb echt nog even een opfrisser nodig of ik heb net gesport en ik wil even een hydratatie voor mijn huid, dan spray je deze gewoon weer over je huid heen. In de ochtend kies je dan vervolgens tussen een van beide serums, je Youth Hydration Serum of je Eco Hydration Treatment. Met daaroverheen de crème of de balm. En diezelfde keuze heb je dan in de avond ook. Let wel, Lacoline is zo gemaakt dat alle lijnen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dus zeg je van ja, ik wil naast dat ik op hydratatie werk, ook heel graag op verheldering en pigmentatie werken. Dan pak je de Cell White erbij. Dan ga je deze twee lijnen met elkaar combineren. Of zeg je van ja, ik wil echt wat meer op die expressie en het opvullen van een huid werken. Pak je de Matrix erbij. Lacoline is dus zo gemaakt dat dat perfect kan en dat je op die manier bijna maatwerk kan gaan leveren. Wat je waarschijnlijk gemerkt hebt in deze presentatie is dat we één product nog niet hebben doorgenomen. En dat is het Youth Hydration Mask. Dit masker staat gepland voor later dit jaar om gelanceerd te worden, dus daar moeten we nog heel even op wachten. Maar ik weet zeker dat als je met deze producten die we al wel hebben hiermee gaat starten, dat je al onwijs gave resultaten gaat boeken in het krijgen van een gezonde huid, maar ook een goed gehydrateerde huid. En uiteindelijk daarvoor kan zorgen dat ook het resultaat van je behandelingen nog beter gaat worden als dat ze op dit moment al zijn. En dat was hem alweer. Dank jullie wel. Dank jullie wel dat jullie wederom de tijd en de moeite hebben genomen om bij deze training aanwezig te zijn. Ik weet en ik begrijp dat het een hele lastige periode is op dit moment. Maar laten we zoveel mogelijk elkaar vooruit helpen, dat we hierna ook weer met een frisse moed er tegenaan kunnen gaan. En mochten jullie ergens tegenaan lopen of vragen hebben, dan zijn we daar natuurlijk voor jullie. Mocht je naar aanleiding van deze training in de komende uur of komende dagen nog vragen krijgen, stel deze dan via de mail naar monica@ultracosmetics.nl. Dan zorg ik ervoor dat je binnen een dag een reactie terug hebt in je mailbox.
Voor nu dank je wel en ik zie jullie volgende week bij een nieuwe training. Dag!